Welkom bij een nieuwe aflevering van It's Complicated. Ik ben Jay. En ik ben Mai. En vandaag gaan we het weer hebben over eeuwenoude vragen en moderne problemen. We hebben ook een superleuke gast. Welkom, Lovella. Dankjewel. Lovella is actrice onder andere, stand-up comedian. Maar we kennen haar voornamelijk van haar geweldige TikToks. Echt waar. Soms als ik gewoon mad ben of zo, dan kijk ik gewoon even op TikTok. En dan word ik gewoon gelukkig. Hè? Echt waar? Dus ik ga zo student. Ja, dankjewel. Nou, daar doe ik het voor, toch? Dus echt een aanrader, guys. Als je mad bent, ga gewoon even op TikTok. Hey, maar misschien handig om even één dingetje uit de wereld te helpen. Wat in mijn wereld een vraag was. Okay. Is of Lovella je echte naam was. Ja, Lovella is mijn echte naam. Het wordt wel vaker gevraagd of het een artiestennaam is. Nee, maar mijn moeder heeft hem zelf bedacht. Je moeder is creatief. Ja, echt. Ja, en de meeste mensen noemen me Lof. En dan als ze boos zijn, dan is het Lovella, weet je wel. Maar nee, het is mijn echte naam. Ja, ja. Oké, die wou ik even meteen... Ja, goed zo. Geen complicated question op zich, maar... Nee, toch? Nee, wel gewoon even, Lovella. Ja. We gaan ook naar één van je TikToks even kijken. Ja, oké. Want daar gaat het vandaag over. Ja. Oh, je gaat weer uit vanavond. Weer? Oké. Hè? Nee, ik heb geen attitude. Nee, weet je wat jij moet doen? Jij moet vooral doen wat je niet laten kan, toch? Ik bedoel, je bent een volwassen man en ik ga geen biggie man uitleggen hoe hij zijn leven moet leiden. Dus ik gun jou dat, de vrijheid die je neemt. Ik gun jou dat absoluut. Nee hoor, ik bedoel, jij leidt. Jij bent de man, de man des huizes hier, dus jij leidt. Je begrijpt niet wat ik daarmee bedoel. Nou, wat ik daarmee bedoel is het volgende. Doe jij het me voor en dan doe ik het je na. Ja? En je gaat met Romano. Oké. Romano was die ene die je laatst had gebeld toen we in bed lagen. Dat hij je vertelde. Hij had 3 wijven geregeld in 1 nacht. Je moest keihard lachen erom, toch? Maar je gaat met hem. Oké, nou dat is toch leuk? Nee, ik heb niks tegen hem. Ik bedoel, de Bijbel zegt, laat me je vrienden zien en ik kan zeggen wie je bent. Maar niet bij jou, want jij bent anders. Daarom moet je gaan genieten. Ik ga dat ook doen, ja? Ik ben niet geïnteresseerd. Supervrouw eigen. Oh my goodness. Ja, maar ik heb het gevoel dat die filmpjes van jou... wel gebaseerd zijn op soort van echte dingen die je hebt gezien of hebt meegemaakt? Absoluut, absoluut. Veel is gebaseerd op wat ik zelf heb meegemaakt. Of in ieder geval mensen close om mij heen. Ja. Of dingen die gewoon vaak terugkomen. Maar mijn filmpjes hebben absoluut een kern van waarheid. En... ik denk ook dat dat de reden is waarom iedereen het zo leuk vindt. Bijvoorbeeld, ik vind me hier echt in terug, hè. Vooral dat, ik ben niet geïrriteerd. Snap je? Zo vrouw eigen. Zo vrouw eigen, omdat je niet wil laten merken dat je geïrriteerd bent. Maar elke zin die eruit komt is een steek op steek op steek, weet je wel. Echt. En wat heel veel mensen niet weten van mijn TikTokjes... is dat het komt ergens van een pijnlijke plek. Mm-hmm. Yeah, toch als je ruzie met je kerel hebt of whatever... of hij gaat weg en je wilt het eigenlijk helemaal niet... of je bent onzeker dat hij weggaat... daar ga ik naar terug en dan ga ik gewoon nadenken... van wat zullen vrouwen nog meer of wat maken mannen nog meer mee met vrouwen? Ja, want dus het is van twee kanten inderdaad. Het is voor een man herkenbaar en voor de vrouw denk ik ook wel. Precies, absoluut. Het mooie is, wat is het nou elke keer... zeg maar, wat wij mannen dus steeds maar niet begrijpen... en wat vrouwen vinden dat we moeten begrijpen... zeg maar, voordat er iets gezegd is, zeg maar. Dus altijd een vaak... Ja, dat is de vraag die niemand kan beantwoorden. Ja, want ik denk dat... Ja, dat is de vraag die niemand kan beantwoorden. Ja, dat is want je kan het eigenlijk hele ding, bijna nooit goed doen. Weet je, als een vrouw weggaat, kan een man some type of way voelen. Terwijl eigenlijk mag je niks voelen, want je bent gewoon samen en er hoort gewoon een vertrouwensband te zijn. En als je man weggaat, heb je ook zoiets van, maar waar ga je dan? Je voelt iets van binnen. En... vooral met Romano. Romano is die vrijgezelle mattie, toch? Je hebt altijd een vrijgezelle mattie die niet mag, je weet toch? Echt zo. Ja. Altijd veel chickies heen. En dat. En dan gaat je kerel de keihard om lachen elke keer wanneer hij met zijn stories komt. Oh my god. Ja, dus je hebt wat dating rules opgezet. En wat voor dating rules zijn dat precies? Nou, ik heb voor mezelf heel veel regels in life. Sowieso in mijn moederschap, in mijn huishouden. Ik ben best wel streng voor mezelf. En met daten heb ik dat helaas ook. En dat zijn kleine dingetjes. Zo bijvoorbeeld als je elkaar 2 keer achter elkaar hebt gezien... dan voor mijn gevoel moet je dat nu even niet. Waarom bij 2 keer? Geen idee. Het slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon in mijn hoofd, want dan gaat het werken. En ik denk dat je zoiets doet... uit een soort van bescherming misschien wel. Weet je wel, dat je dan... je gaat dan pas met een man naar bed. Of je gaat dan pas mag je bij je thuis komen. Omdat je dan eerst bepaalde dingen wil zien of wil. Ik heb dat eigenlijk altijd al vanaf het begin. Als ik met een guy vraag en hij vraagt mij niet mee om...
op een date te gaan of zo, dan gaat het dan niet werken. Ja, precies. Snap je? Dus je hebt je eigen regeltjes. Ja. Waarbij je denkt van, nou, en dan gaan we eruit komen. Ja, 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 ja. En daarom ben dan ik zitten al... we op één lijn. Ja, ja, precies. Maar jullie zijn allebei vrijgezel? Ik ben niet vrijgezel. Niet vrijgezel? Nee, nee. Oké. Nee. Okay, dus die regels werken voor je? Nee, helemaal niet. Dus we moeten even die dating rules nee, even gaan nee, checken. Nee, echt niet. Weet je waarom? Ik ging juist... Ik was met iemand gaan daten die helemaal scheidt had aan mijn regels. Mm. Dus als ik dan zei na twee dagen van... Nou, weet je, we zien elkaar volgende week wel. Zei hij, waarom? Zeg ik, nou ja, gewoon. We hebben elkaar twee keer nu gezien en zo. Hij zegt, wil je me zien? Ik zeg, ja, dat is het. Die zei, oké, dan kom ik nu naar je toe. Maar en dat is het toch juist? Oh, oké. Maar dat wil je. Maar soms moeten ze... Als je regel dan bij een vrouw meestal is van... Je lokt het een beetje uit, toch? Van, misschien moeten we elkaar even niet zien. En die jongen blijft, of die guy blijft doorpushen van, jawel, ik wil je zien. Dan denk je van, oké. Okay, ja. Maar snappen jullie dat echt moeilijk is voor een man om te bevatten? Absoluut. Of course. Tenzij je een soort van man hebt die toch best wel... Nou, tenminste, hij hoeft het niet eens te vatten om dit te zijn wat ik ga zeggen. Maar als die man dominant genoeg is om gewoon daar doorheen te prikken... Klopt. Dus hij hoeft het niet te begrijpen, maar hij hoeft alleen maar te denken van... Hoezo gaat het? Precies, dat hij had echt zoiets van, wil je me zien? Hoezo niet? Hoezo? Hoezo? Zien. Maar het voelt alsof als hij er doorheen prikt, dat hij het ook echt wil. Dat ook. Terwijl hij eigenlijk logica gebruikt. Dat is het enige wat hij doet. Ja, ook. Maar het is ook, je moet als man zijnde misschien ook wel er doorheen kunnen lezen waar zo'n vrouw dan bang voor is. En waarom ze die regels heeft. Dus je laat eigenlijk meer als man zijnde ook een beetje je kwetsbare kant zien. Van, I'm in this, je weet toch? Dus je hoeft niet bij mij 19 regels te hebben... om mij te kunnen snappen. Of ik laat je zien hoe ik in elkaar zit. Ja. Ja. Dus, nee, dus die regels hebben juist al die 20 jaar niet geholpen. En nu is er iemand die er gewoon doorheen heeft geprikt. Ja, is goed. Ja. Hey, en hoe ik man? Ben er nog. I was caught off guard. Nice. Maar echt, heel wat is goed. Er met deze? Ja. Heeft hij goed gedaan. Ja, en welke van al die dating rules vind je echt het meest belangrijke? Wat is echt je main rule? Mijn main rule is vanaf bij me thuiskomen... Okay. Daar moet echt wel wat tijd overheen komen. Overheen gaan. En seks. Okay. Ja, ik wil daar wel zo lang mogelijk mee wachten. Ik denk dat verbindt echt, weet je wel. Ik denk dat heel veel vrouwen gaan hechten na seks. Mm. En laat me het op mezelf betrekken. Ik ga hechten na de seks. Dus ik dat, ook hoor. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb net in de auto onderweg hier naartoe weer een soort van psycholoog in gesprek gezien. Ja. En die vertelde zeg maar hoe de hersenen, hoe het brein werkt. Juist. En dat je gewoon door seks ga je gewoon binden. Ja, klopt. Ja. Dat komt ook door echt... goede connecting. Ja. En dan komt ook echt volgens mij een stofje vrij. Het heeft een naampje. Ja, zeker. Waardoor een we vrouw hebben het al dus een keer echt... over gehad. Ja. In een aflevering van ons. Ja. Want Jay vertelde het dus nog een keer voor de mensen die het niet hebben gezien. Dus vrouwen die hechten en mannen die... Die krijgen een soort van territoriaal gevoel van... Okay. Ze is van mij, zeg maar. Ja, precies. En vrouwen precies van, ik ben verliefd op hem. Een soort van, je krijgt van beide kanten op je eigen manier een soort van bindingsgevoel van... Oké, wij hebben een connection. Ja, alleen de vrouw gaat er al in en die guy voelt alleen van... Het emotionele komt erachter, hè? Het betekent bij de man niet per se dat hij verliefd is. Dan. Yeah. Nee, klopt. En dat is gewoon echt wel maar een van mijn vaak hoofdregels. Genoeg wel, hoor, ook. En wat als die man, bijvoorbeeld jij wil wachten totdat hij bij jou thuis komt... Ja. Maar hij vraagt jou wel naar zijn huis... Oeh, ik ben er ook wel moeilijk mee. Ja? Ja, ik ben er ook wel... Ik heb het ook wel, ja, ik wil lekker buiten de deur. De eerste dates kunnen niet thuis zijn, toch? Nee, maar nee, de tweede, derde misschien wel niet, hoor, bij mij. Ik ja, wacht wel, ja, ik vind dat toch... Maar je leert elkaar ook gewoon buiten de deur beter kennen. Want in je huis of zo ben je in je comfortzone. Dat vind ook. Ik. Dus ik weet niet, je bent anders. En ik denk gewoon dat het in huis gewoon veel sneller het seksuele kan gaan. Ja, en misschien is dat een creep en dan weet hij gewoon waar je woont. Snap je? Bij mij mogen ze me niet eens... Toen ik met deze man ging daten, dan sprak ik echt af ergens bij een treinstation of zo. Dan mag je ineens bij mijn deur komen. Maar dat is ook omdat ik moeder ben. Niet iedereen komt bij mij volledig. Heel scherp, ik hoor je volledig. Heel scherp. Ja, een tijdje geleden was ik in een live. Ik ga nou even niet zeggen van wie die live was. Maar een hele goed bekeken live. Ja. En toen werd ik eigenlijk een soort van raar aangekeken toen ik zei van... Ja, ik zou eigenlijk... Nou, bijvoorbeeld de avond dat je uitgaat, je komt iemand tegen. Je bent allebei wel down voor een soort van one night stand. Ja. Zou ik toch niet naar huis gaan? Nee. Want ga je als meisje zijnde, dan weet die guy altijd waar je woont. Vind ik toch een beetje raar. Ook als boy zijnde is ook een beetje raar. Ja. Ook een beetje, je weet niet wie je naar je huis meeneemt. Het is gewoon weet je personal space. Ja, dus nee. ik en daar moet er vertrouwen voor zijn. Ik ben blij om dit dan te horen. Denk ik, ik ben toch niet zo gek. Zo. Ja, je snapt het. Ja. Jay, heb jij eigenlijk een dating rule? Nou goed, ik ben al zo lang uit die dating game. Maar is er iets wat je vrienden bijvoorbeeld aanraadt van bro, ga niet dit of dat? Ik vind altijd,
vooral date nummer 1, 2 en 3 yeah. moet ergens zijn waar je gesprekken kan voeren. Okay. Ga je naar de bios? Nee. Oh, ga je naar de bios? Nee, klopt. Klopt. Bios ga je als je elkaar al zo goed kent en je wilt toevallig dezelfde films. Of je wilt gewoon dat ze de kop houdt. Maar dan, met vrouwen valt wat te negotiëren. Toch als je zegt, oké, schat, we gaan nu even doen wat jij wil. Daarna hou jij even je mond. Ik heb wel een keer gehad dat kunnen een guy... Kunnen we dat fixen? Kunnen we dat? Nee, gewoon dan hou jij even je mond? Nee, dat is de deal. Zeg maar. dat is het aanbod. En dan, ligt eraf wat diepe vrouw je tegenover je hebt. Maar ik heb wel een keer gehad dus dat een guy me meevroeg op date. En ik was er echt blij mee. Ik dacht, eindelijk. Je weet toch? En toen vroeg hij me mee naar de bioscoop. En toen dacht ik, ja, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En toen heb ik hem gewoon gezegd van, kun je niet wat anders doen? Want in de bios kunnen we elkaar niet echt spreken of zo. Ja. En toen was hij eigenlijk beledigd. Oh shit. Dus toen zei hij van, ja, het is eigenlijk niet goed. Ja, ik kan gewoon. Oh, oké. Hij zei, het is eigenlijk nooit goed voor jullie vrouwen en zo. Wow. Kom jij maar met iets. Huh? Echt zo. Heb je hem bedankt toen? Ja. Oké. Ja, girl. Ja, ik heb ook eens die mannen die dan tegen je... dat je aankomt lopen in je hele gewaad. Heb ik ook een TikTok over gemaakt. En dan kom je aanlopen en dan ben je helemaal... heb je zin om elkaar te leren. En dan vraagt hij, maar wat wil je doen dan? Dus je hebt niks gepland, toch? Ja, dan. Oké, misschien moeten we gaan kijken wat voor tips we boys kunnen geven. Want ik denk persoonlijk, mijn ervaring is dat ook, dat vrouwen daar gewoon beter in zijn, man. Vrouwen zijn beter in, denk ik, in denk gewoon... Niet nee, echt niet. Een vrouw wil aankomen lopen en alleen instappen. Nee, ik bedoel, vrouwen zijn beter in niet de verkeerde date kiezen, zeg maar. In de zin van... Oh, sowieso. Hoezo kom je met, wat ik gaan we niet, doen? Ja. Als man zijn. Ik denk dat mannen te moeilijk denken. Of dat. Een vrouw hoeft niet per se naar de duurste restaurant of naar een amazing. Een leuke wandeling in de bos, weet je wel. Of een cafeetje gewoon om de hoek, een drankje doen. Ja, echt klopt. De kleinste ding, een ijsje eten. Het is all good. Weet je, het gaat om het gebaar en dat je zelf de initiatief neemt. Hey. En dat je gewoon bepaalt en zegt, dit gaan we even doen. Hopelijk vind je dat niet erg. Ja, dan ga je even naar Albert Kuipmarkt. Weet je, dat je een planning hebt. En dat je Albert moeite hebt genomen. Ik, boys, ik zeg jullie eerlijk, ik zou die niet doen. Waarom? Wat ga je op de markt doen? Is gezellig, toch? Jullie hebben gelijk. Misschien zijn vrouwen niet per se veel beter dan mannen hierin. Maar mocht jij denk... nog een date willen nemen? Neem me mee naar de Kuipmarkt. Geloof me, ik ben daar al echt blij mee. Want jij bent vrijgesteld, toch? Ja. Ik denk dat jullie tips wel echt heel kostbaar zijn. kan zijn. Oké, ik heb een vraag. Hè. Wat is eigenlijk de worst date die je ooit hebt gehad? The worst date. Nou, het was niet, het was goed bedoeld, zeg maar. En het was bij Plek in Amsterdam-Noord. Echt een leuke spot, dus ik was wel blij waarmee ik... Ja, ken ik. Ja, het is een hele leuke spot. Maar het was hartje zomer, 32 graden. Oh. En ik heb voor de... En we zaten daar... kreeg ik een soort van Black History les, zeg maar. Zat het alleen maar over zwart-wit en... over Rosa Parks en dat heel zwaar. Maar ook een beetje willen laten zien van... ik snap het, I'm very woke. Maar ik kreeg niks te drinken of te eten. Dus ik ging van de dorst. En ik ben ook zo, ik wil je niet in verlegenheid brengen. Je weet toch van, nou, ik bestel zelf wel. Eigenlijk had ik dat wel moeten doen, want ik ging gewoon echt van de dorst. Maar ik kreeg gewoon niks te drinken en te eten. En het was heel druk, dus het personeel kwam ook niet langslopen. Want ik probeerde af en toe nog een beetje te werken van... hey, loop hier langs. Ja. Maar hij was zo in het mij willen leren. En uitspreken wat voor man hij... Ik ben een man van dit en ik ben een man van dat. En het, hij was zichzelf aan het pitchen. Hij was zichzelf echt aan het pitchen. En, maar dan is het ook too much, of niet? Het was veel. En dat ging ook maar door. Ik kwam geen moment tussen. Je weet toch, soms kunnen we nog doen alsof we gebeld worden. Van, hey, ik moet nu gaan of whatever. Ja. Maar ik zat daar echt 5 uur lang... Geen drankje, geen gelezen. 5 uur lang? Van 1 uur tot 5 uur 's middags. Maar wacht even. Maar hoe leuk was hij dan? Nee, hij zag er wel gewoon goed uit. En het was wel een leuke gozer. Maar hij was in zijn pitch. Dus ik kwam er ook niet. Ik zat alleen maar, oh ja, echt? Oh ja. En het is ook natuurlijk een man die een vrouw niet kan lezen. Ja, want je zag aan mijn houding van, ik kom er niet tussen. Maar dat hij zelf niet door zat van aan het praten. Nee, ja, maar hij je had hebt de spotlight ook, on Maar him. Je hebt toch ook vragen? Ja, dat was killing. Echt wat een dweeb. Ja, de schat. Hij deed zo zijn best, man. Ja, hij was cute ook. Ik ga me dan ook helemaal irriteren aan diegene. Had je dat niet? Ja, maar je hebt geen één keer dus gevraagd van... Hé, maar
Vertel eens even over jou. Even over je leven. Maar wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben Lovella en ik heb dorst. ik vind het echt raar. Dat is heel goed. Sorry. Oké. Okay. Ja, maar hoezo vraagt zo iemand dan niet gewoon... Maar ja, wie ben jij? Of je bent toch geïnteresseerd in degene waarmee je... Nou, ik denk wel dat ik hem op een bepaalde manier ook een beetje zenuwachtig maakte. Dus dat hij echt zijn best wou doen. Ik denk dat hij me heel leuk vond from the get. En daarom gewoon heel erg zijn best deed. Ja. Want toen hij wou me ook nog zoenen na de date. Oh. En we hadden geen... Ik zoen wel op de eerste date. Want dat vind dat ik wel belangrijk. Ja. Dat die romantische klik wordt gemaakt. Maar je moet dat wel voelen van tevoren, ja, met toch? Die twee. Ja, je had een droge mond. En ik had een droge smoel, weet je wel. Maar dat ging ook heel awkward. Van, ik ga het proberen, maar als je ervoor gaat, ga ervoor. Je weet toch? Maar hij was een beetje van, dus het was nee. Maar het was wel een schatje, hoor. Het was een lieve gozer, maar oh, niet voor goodness. Mij. Niet voor mij. Nee, dat doet mij dus denken aan misschien voor mij ook dan wel de worst dates. Tenminste, als ik aan een worst date denk, dan is het denk ik het moment dat je zit met iemand en diegene stelt never een vraag. Oh, vreselijk. Oh, ja. Vreselijk. Diegene is alleen maar aan het doorpraten. Ja, mijn leven dit, maar dat denk ik, mijn kat, mijn hond en mijn poes, mijn vader. Mijn vader trouwens. Ik heb trouwens nog een zus. Mijn zus heeft trouwens een buurman. Die buurman heeft gewoon dat de hele tijd gewoon. En gewoon niet één keer gevraagd, maar hoe oud ben je? Of wat doe jij? Geen interesse gewoon. Ja. Nee, dat is echt rot. Maar dat is het ook. Als iemand een beetje... te selfish is of zo. Of te vol van zichzelf. Ja, wilt vertellen en wilt praten. Ja. Nee, ja, dus dan ga ik dan denken van... dat je dan 4 uur daar zit, dan moet die guy wel heel leuk zijn. En dat is dan gelijk weer een link naar wat ik hier heb. Oké. Okay. Ik ga een spel mee spelen. Let's go. En het spel heet He's a 10, but. Mm. Dus hij is een 10. Maar. Ben je er klaar voor? Oh, ik ben ready. Oké, hij is een 10, maar hij is 1,60 meter. Oh. Ja, nee, kijk, ik ben voor een vrouw vrij lang. Ik ben 1,74 volgens mij. Nou, heb je dikke haken? Ik heb wel extra soltjes aan Oké, ja, want nu, je was net al volgens mij net zo lang als ik. Ja, en jij bent? En ik ben 1,80. Nee, ik ben niet 1,80. Nee, dan is het je zol. Oh, oké. Dan is het je zol. In ieder geval. Sorry. Nee, ik ben best wel lang voor een vrouw. Dus ik hou gewoon van lange mannen. Ja. En ik heb ook een date gehad trouwens met een kortere man. Ja. Die daar gewoon niet eerlijk over was, over zijn lengte. Dat ik nog vroeg van, hoe lang ben je? Ik vraag dat ook altijd. Hoor. Ja, sorry. En hij zei tegen mij, ja, je kan me in mijn ogen aankijken. Dus ik dacht, nou ja, oké, is wel goed. En hij komt aanlopen. Nou, het was echt een... Maar hoe wist hij dat hij in je ogen kon aankijken? Heeft hij gevraagd hoe lang jij bent? Nee, maar dat was waarschijnlijk gewoon zijn standaard antwoord. Ja, om niet te zeggen van, hey, ik ben 90 centimeter, weet je. Want hij kwam aanrijden. En ik dacht... En hij kwam aanrijden in best wel grote auto, zo'n jeep gebeuren. Oh, en zin. Hij stapt uit. En hij sprong eruit. Maar goed, wij zijn nu echt slecht bezig. Topgozer, by the way. Ja. Lieve guy. Topgozer, lieve guy. Maar ik hou van langere mannen, dus dan ben je voor mij een... Oh, wat naarspel, een 6... Een 6? Nee, maar minder. Ja, wow, maar jij zegt minder? Ja, echt. Ja, ik vraag altijd, voordat ik je zie, hoe lang ben je. Ik gooi het er ergens smooth tussen. Ja. Dan weet ik het gewoon. Het kan niet, man. Het is voor korte mannen wel een moeilijkere maar game. Maar ze zijn korte vrouwen. Er zijn veel korte vrouwen. Ja, maar ik ben er zijn ook gewoon... heel veel vrouwen die leuk zijn, die niet zo kort zijn waarschijnlijk. Ja. En als je heel kort bent, dan zijn al heel gauw veel vrouwen lang. Denk ik. Maar je wil als vrouw, laat maar zeggen, het gevoel hebben dat je een man naast je nee, hebt die over het. Je kan waken. Ik snap dat het. Kan niet en je mag ook een voorkeur hebben. Nee, ik snap het. Je mag een voorkeur hebben, vind ik. Ik vind het gewoon moet kunnen zeggen, dit is wat ik nice vind. Precies. Alleen als je 1,60 bent als man, dan heb je gewoon minder keus, man. Ja, klopt. Dan heb je gewoon zoveel minder keus. Ja. En misschien wel, zelfs de vrouwen van 1,60 willen je niet hebben. Besef dat. Wauw. Dus je valt dan, snap je? Of je moet echt een sparkling personality hebben, zeg maar. Je moet echt inderdaad die Kevin Hart hebben. Maar ik vind het ook niet mooi. Hij is kort, maar... Ja, je kan ook niet als vrouw 1,50 zijn en een man van 2 meter hebben. Dat vind ik ook weer zo heftig. Ja, dan voel je de dochter van die man. Sorry hoor. Ja, sorry. Ja. Je moet ook niet zo, hey schat, geef me een kus, weet je? Ja. Het moet gewoon een beetje... Nou, ik ben denk bij korte mannen denk ik altijd van hoe... Tast het je niet ook in het dagelijks leven in je mannelijkheid? Als je bijvoorbeeld in de supermarkt loopt en je moet gewoon iemand vragen van, kan je me helpen? Want ik moet die drinken. Je weet toch, hoe ziet dat eruit voor je? Hoe voel je je als man zijn? Ja, ik kan het niet weten. Mannen praten al helemaal niet. Dus onderling gaan we... Ik ga daar nooit antwoord op geven. Die gaat stiekem springen, hoor. Ik heb er nog eentje.
Ik heb er nog eentje. Let's go. Hij is 1,85 meter. Hey. Is dat goed? 1,85? Ja, ja, ja. 1,90. Hij is 1,90. Let's go, ja. Hij is een 10, maar hij woont wel bij zijn moeder. Ligt eraan wat de omstandigheden zijn. Je hebt meerdere redenen waarom je bij je moeder... Kijk, als je bij je moeder woont en dat is gewoon wat je doet in life... en you don't mind en je hebt er geen frustratie bij... dat zou voor mij wel een dealbreaker zijn. Maar als jij bijvoorbeeld door omstandigheden weer terug naar je moeder moet... en je zit daar en je wilt je daaruit weer oppakken... of zeg je dat, weer opbouwen wat je had... Even overbruggen... Dan zou ik nog wel kijken wat ik van kon maken. Ja, ja misschien wordt. Maar wat stel dat hij nou gewoon terug naar zijn moeder is gegaan om voor haar te zorgen? Nou, dan ben je nog steeds een 10. Dan ben je een 11 of niet? Ik hou ervan. Ja, absoluut. Ik heb mijn huis te huur gezet omdat ik mijn moeder ga helpen. Ja, nee. Wauw. Ja, wow. Nee, I'm just fantasizing, je weet toch? Mm-hmm. Hij is een 10, maar volgt alleen maar Instagram-modellen. Ja. Ja, het is ook toch wel een beetje man-eigen om naar mooie plaatjes te kijken van vrouwen, zeg maar. Ja. Ik denk dat mannen houden van... Maar alleen maar? Nee, het zou bij mij wel een... Zeker als het als het modellen... Het zou een gesprekspunt zijn, maar het zou ook wel een beetje onzekerheid opwekken. Als het van die picture-perfect, beautiful woman... waar je niet eens een beetje in de buurt van kan komen... Dan zou ik je wel vragen van... Yo. Maar dan moet je ook al gelijk trust issues hebben, hoor. Sorry. Als ik een leuke guy heb waarmee ik spreek... ik kijk altijd tussen je volgers. En het is niet eerlijk, hè? Want in de industrie waar ik werk... ik heb ook alleen maar mannelijke volgers. Ja. En ik volg ook mannen, maar het is anders. Ja, is het anders? Ja, man. Het is echt een dealbreaker. Ik kijk eerst tussen je volgers. Als je echt veel van... Is het voor jou een dealbreaker? Ja. Is het een dealbreaker? Zeg maar, ja, maar de vraag is als hij alleen maar heeft. Kijk, als laten we zeggen, als hij 100, ertussen hebt, dat... als hij 100 mensen volgt... waarvan 75 vrouwen is... Oké, maar dat is wel raar. Dat is wel echt opvallend. Ja, dus je wil maar zeggen, je hebt alleen 25 matties. En nog, nee, 20 matties en 5 artiesten. Of al weet ik veel deal. En de rest vrouw. Dan ben je wel toxic, hoor. Sorry. En als het 50-50 is? Voor mij nog steeds. Ja, voor mij ook. Ja, ik zou... Ja, kijk, mijn ding is... Je kan best kijken, maar je hoeft toch niet te volgen? Exactly. Ik zeg je straight up. Oké, ja, ook nog iets. Ik volg vrouwen niet zo snel. Exactly. Je moet echt iets doen, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, jou volg ik omdat je gewoon... Je hebt een craft. Je hebt iets waar je goed in bent. Je hebt een reden waarom ik ga kijken. Je bent gewoon grappig. Je hebt gewoon leuke content. Je doet iets professioneels. Dat is echt maar als je een goede Maar als je gewoon badpak model bent, respecteer ik je craft ook. Precies, je lijkt maar ook. Ik ga je... Weet je wat ik like als je een dope quote hebt? Dan like ik. Maar als je borsten half eruit hangen, ga ik je niet liken. Eerlijk, ik scroll en ik zie... Oké, beautiful, maar ik scroll wel verder, man. Ik kan dat niet liken gewoon. Nee, ik vind dat net even van... No offense naar een dame die dat doet, want ik vind dat gewoon kunnen. Nee, sommige zijn ook bloedmooi. Echt, zijn heel veel mooiste zijn bloedmooi. Dus bepaalde, die worden gevolgd, die zouden gevolgd worden door mijn partner. En ik snap het van, hij is echt een mooie vrouw. Ja, prima. Maar vooral die onbereikbare is prima, vind ik. Ik vind die meid die twee straatjes verderop woont, die ook Instagram-model is. Sorry guys, dat ik nu even jullie opengooi, maar ik weet niet. Vind ik andersom voor vrouwen ook eigenlijk niet. Nee, een paar, als er een paar tussen zitten, dat is oké. Even kijken. Laten we het andersom doen een keertje. Okay. Hij is een 4, maar hij heeft een goede baan, eigen huis, humor en is romantisch. Ooh. Wat heeft hij allemaal? Een goede baan. Full een goede baan. Een huis. Juist. Humor. Ja. Humor. Ja, en hij is romantisch. Maar hij is een 4 qua uiterlijk. Maar hij is een 4 waarschijnlijk qua uiterlijk. Oh, oké. Okay. Ja, ik ben niet zo uiterlijk gebonden, nooit geweest. Als je naar mijn exen kijkt, ik heb... Af en toe, ik heb er ook tussen zitten waar je denkt van, hoe ben je daar? Wie niet, toch? In welke fase was je toen? Maar nee, ik val heel erg voor persoonlijkheid. En ik denk ook dat hoe een man zichzelf draagt... kan heel aantrekkelijk zijn voor mij. Yes. Dus humor is de number one bij mij. Ik moet met je kunnen sparren, ik moet met je kunnen lachen. Lief zijn, weet je wel. Dus ik ben meer gefocust op zorgzaam, romantisch... En dan ga ik vanzelf hele mooie dingen bij je zien. Ja. Wat misschien andere vrouwen niet eens zouden kunnen snappen. Maar ik denk dat dat iemand mooi maakt. En ik ben met een
bloedmooie man geweest of een date gehad. En dat totaal geen inhoud. Echt, kan geen gesprek houden. Je weet toch, is alleen maar mooi. Ja, yeah, no, yeah. I can't. Nee. Het lullige is, dat verandert met de tijd ook nog eens. Stel je voor, je gaat lang met elkaar. Maar 10 jaar kan hij misschien helemaal niet meer zo knap zijn van buiten. Yeah. Dat, zit je dan? Dat is zit ook, je dan? Ja, dat is ook zo. Dat is nee, ook dus zo. Ik zou er zeker voor gaan. Ja, ja. Okay, ik ook wel. That's ja, a nice eerlijk, one. That's really a nice one. En jij dan? Hoe? Wat, welke vragen? Zelfde vraag. Dus is er voor. En zeg maar echt... Qua uiterlijk. Tanden. Ik moet eerlijk zeggen, een vrouw hoeft van mij niet een eigen huis te hebben. Nee. Niet een goede baan te hebben. Oh, ja, dat, ja. Een klein beetje humor zou ik wel leuk vinden. Ja. Een klein beetje romantiek zou ik wel leuk vinden. Dus dan... Dan gaan we het anders doen. Ja. Ze is zorgzaam. Ze is lief. Ze is intelligent. Juist. Ze is, kan wat heel mannen goed leuk koken. Vinden is ook betrouwbaar. Ja, ze is betrouwbaar. Heren. Juist. Heel goed. She got it all. She got it all, maar ze is een 4. Ja. En zeg maar een 4 uiterlijk? Qua tanden en zo. Echt. Ja, oh, mijn tanden kan ik nog fixen voor de pijn. I got it like that. Nee, maar kijk, op zich als man moet je ook wel potentie in iets kunnen zien. Zeg maar als je langdurig iets wil. Tanden kan ik fixen. Als zij daarvoor open. Want kijk, okay, ik kan er ook beledigen. Ik kan er wel beledigen. Als het echt geen plaatje is, vind ik het heel moeilijk. Ja. Ondanks dat ze die andere aspecten heeft. Ja, want ik wil wel iets hebben waar ik op val. Waarom? Ja. Omdat zij heeft te maken met Instagram, toch? Waar we het net over hadden. Ja. Al die andere vrouwen die ik tegenkom. Ik wil wel naar mijn vrouw kunnen kijken en zeggen van... Dat is wel wat ik wel leuk vind aan haar. Okay. Om te zien. En dat gaat veranderen met de tijd. Maar dan heb ik die andere punten die jullie nog hebben gezien. Oké. Nou, dan gaan we over naar de fact. Ik heb altijd een leuk feitje. Oké. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met een hoog libido kieskeuriger over hun bedpartners zijn dan mannen met een hoog libido. Die delen sneller het bed met vrouwen die ze ook minder aantrekkelijk vinden. Oké. Okay. Ja. Wow. Klopt dat, Jay? In defense of the man van de mannen. We hebben veel meer testosteron in onze body. Juist. Dus als wij een hoog libido hebben, dan is het denk ik een ander level dan als een vrouw die hoog libido heeft, maar gemiddeld. Is dat bewezen of denk jij dat? Nee, mannen hebben over het algemeen meer testosteron in hun body. Dat is gewoon zo. Daarom vormen wij zo en daarom vormen jullie zo. Juist. Maar het is ook heel vaak hoor, dat er bijvoorbeeld een guy dan een super knappe vriendin heeft en dan is het bekend geworden dat hij vreemd is gegaan en dan kijk je naar diegene waarmee die vreemd is gegaan en denk je, hoe dan? Ja. Maar Maaie, ik moet wel erbij zeggen, dat is geen excuus voor mannen om maar alles te willen doen. Wat je zomaar te doen. Of ja, ik ga maar elke vrouw fixen terwijl ik een vriendin heb. Of wat dan ook. Snap je? Kijk, als je bijvoorbeeld minder kieskeurig bent in life. Ja, dat is weer een voorkeursding. Dat judgen we never over. Maar ik vind wel... wat ik net zeg, dus dat je meer testosteron in je body hebt. Dus dat je seksdrive over het algemeen hoger is. Het zelfs hoger misschien dan een vrouw met een hoger seksdrive. Zeg maar. Vrouwen denken ook meer na. Hè? Dat geeft een man geen excuus om dan maar alles te mogen zeggen of doen. Of vinden dat hij elke opmerking maar kan maken naar elke vrouw. Dat is niet wat we hier zeggen. Nee. Wat was het over de vrouw? Dus de vrouw blijkt dat de vrouw met een hoog libido kieskeuriger over hun bedpartners zijn dan mannen. Ja. Ik heb daar dat wel, snap ik ook wel, want als je een hoog libido hebt als vrouw, dan verwacht je meer van een man. Ik denk dat het lastiger is voor een vrouw om met een man naar bed te gaan die niet heel veel skills heeft, zeg maar, dan een man die veel skills heeft en die dan een vrouw wil. Want een man neemt een beetje een vrouw mee in de slaapkamer, in wat hij lekker vindt. En hij kan je iets meer coachen dan misschien een vrouw met een hoog libido. Die wil toch eerder een man die dat takes control. Yeah. En als je dan naar die 1,60 kijkt, dan denk je, hoe ga je dat regelen dan? Je weet toch? Snap je? Dus ik denk dat daarom... Ik moet wel erbij zeggen, over het algemeen daten vrouwen wel op vergeleken met mannen. In, vooral als je kijkt naar uiterlijk of zo. Vrouwen of social status. Vrouwen daten vaker op. Zijn dus vaker over het algemeen kieskeuriger, merk ik. Ik denk omdat, dan mannen. Mag ik zeggen waarom ik denk dat het zo is? Omdat vrouwen naar het verdere plaatje kijken. Oeh, snap je? Ze zijn al serieus bij die eerste date. Je gaat niet zomaar op date. Ja. En een man denkt gewoon, ik zie wel. Ik kijk wel. De man is ook aan het kijken hoor. Maar de man kijkt meer naar van... is deze vrouw
of het nou bewust of onbewust, is deze vrouw, zeg maar, past zij in de visie die ik heb om als wifey te hebben voor een gezin? Nou, een man kijkt van, is dit wifey material? Ja. Maar, dat doen jullie ook, maar wij doen het net op andere punten dan jullie, zeg maar. Op andere momenten. Jullie kijken naar safety, bijvoorbeeld, en natuurlijk ook financieel. Maar is zijn hoofd ook daar? Mm-hmm. Ja. Is zijn hoofd ook daar, zeg maar? En wij kijken vinken, ook laat maar zeggen, voordat we op date gaan, al een heel lijstje. En de volgende lijst die erachter komt, die is tijdens de date. Ja, we vinken al tijdens de research. Ja. Wanneer we door Instagram gaan kijken. Terwijl mannen kijken, oh, je bent knap. En dan gaat iets in over, oh, ze zal wel vruchtbaar zijn. En dan komt de rest. Exactly. Ik heb een complicated question. Okay. Er is iemand, een kijker waarschijnlijk dus, die een vraag heeft gesteld en die gaan we dan even behandelen. Misschien kunnen we diegene even helpen. Okay. Het is namelijk Susanne. Susanne heeft een vraag. Susanne zegt, Susanne. Hi Jay. Ik ga stil. Hi Jay en Mahi. Ik ben echt toe aan een relatie, maar ik kom gewoon niemand leuks tegen. Op welke spots kun je nou een leuke man vinden? Help a girl out, please. No, ja, dit is wel de vraag, man. Dit is de vraag. Dit is echt de vraag, man. Ja, ik weet. Maar, ik weet het niet. In de club weet ik het niet. Nee. Het kan dat hij toevallig daar rondloopt en dat jij hem vindt. Maar dat gebeurt iets kleiner. Ja, de kans is iets kleiner. Ik denk wel, kijk. Ik zit zelf, laat maar zeggen, ook in een soort fase in mijn leven. En ik werk bijvoorbeeld heel veel. En op werk kom ik ze sowieso niet tegen, in mijn werk. Ja. Maar in een club ga je ze niet vinden. Op Tinder, ik denk ook niet echt dat je ze gaat vinden. Maar het heeft ook heel erg te maken met je eigen houding. Mm. Want ik dacht altijd van, waarom vind ik hem niet? Waarom vind ik het niet? En toen dacht ik van, maar girl, je bent gewoon veel te gesloten. Als je op een gegeven moment gaat beseffen dat je open bent voor dat, dan ga je ogen ook veel meer open houden. Zit je in een café? Ben je op een verjaardag? Ja. Is er een whatever it is, waar je ook bent? Je hoort het wel vaker dat je, als je via wordt voorgesteld, dus als ik zeg, oh, ik heb een leuke chick, dat is een vriendin van mij, kom naar mijn verjaardag of kom naar dat feestje, dat je via makkelijker kan koppelen tussen mensen. Mijn moeder zegt altijd Dauphine, die club. Daar zijn echt leuke mannen, los. Geen idee. Maar goed, dat is haar tip. Dus als je er wat mee kan, Dauphine. Maar ik denk, ik vind het een hele moeilijke vraag. Want ik denk sowieso ook wel dat liefde je een beetje overvalt. Ja, ik denk het ook. Ik denk wel, je niet to put yourself out. Dus ik denk wel blijven daten. Toch wel dating sites. Ik weet niet per se Tinder, maar toch wel verschillende dating sites proberen. Maar ook gewoon leuke dingen doen in het leven. Leuke dingen blijf doen. Niet thuis. Ja, maar dan weet je nog steeds niet waar ze naartoe moet. Behalve Dauphine dan. Ja. Dauphine. Nee. Ik ben mijn liefde tegengekomen op een festival. Wat ook bijna nooit gebeurt. Ja. Dus festival is de kans, vind ik, wel groter. Omdat je met veel grotere massa te maken hebt. Dus dat statistisch boost je dan die cijfer wel omhoog. Er lopen gewoon meer gasten die het zouden kunnen zijn. Ja. Maar we kunnen je vraag niet totaal beantwoorden. Ik vind het ook heel moeilijk. Maar ga kijken dus of je open bent. Of je er echt open voor staat. Of je ready bent. Ja. En niet dat je denkt dat je ready bent. Ja. En ze zeggen ook, het komt wanneer je er klaar voor bent. En niet wanneer je het wilt. Dus je kan nu heel erg... denk je over na. Ja. Je kan nu heel erg hebben van, ik wil nu iemand ontmoeten. Maar er is waarschijnlijk een reden waarom je je partner nog niet hebt ontmoet. Ja. Omdat je nog aan andere dingen moet werken. En kijk wat je daarnaast nog allemaal kan doen. Wow. Zodat je ready bent. Ik denk dat je mensen aantrekt. Dit onderstreept precies, denk ik, wat jullie zeggen. Ik denk dat je mensen aantrekt op het moment dat je zelf op een punt bent van, I'm good. Ja, ik ben verliefd op mezelf. Ja, absoluut. Dat je dan, denk ik, mensen aantrekt. Absoluut, ja. Wauw, echt een mooie. En ook de juiste mensen. Nou, Susanne, ik hoop dat we je hiermee geholpen hebben. Ja, maar Suus. En stel dat je geen Susanne bent. Ja, Suus. Ja, man, ik gun het er. Ja, nee, maar stel. Maar ik gun alle heren en dames gunnen deze wel. Want deze is echt een moeilijke. Maar heb jij bijvoorbeeld een andere complicated question? Yes. Laat het dan gewoon even weten via itscomplicated@phonics.nl. En dan gaan wij jouw complicated question behandelen hier bij It's Complicated. Ja, man. Ja, because it is. It is very complicated. The dating life is. Absoluut. Ik vond het echt een hele leuke aflevering. Ik ook. Ja, man. Ik dankjewel ook. Dat ik mocht Ik zou zo nog even een uurtje nog doen. Een uurtje minimaal. Ja, toch? Leuk. Ja, ik heb ook genoten. Kom gezellig nog een keertje bij ons langs. Absoluut. En, zeker. Yes, thank you. Thank you.